Welkom bij een nieuwe aflevering van Op de Hoogte, waarbij we alles volgen in en rondom het Van der Valk Hotel in Tiel. Sinterklaas komt eraan en we waren midden in opnames met Elfie van der Valk toen de goedheiligman binnenkwam. Op zoek naar pepernoten, want de grote Sinterklaasbrunch zit eraan te komen. Wij vragen ons alleen af of dit wel de echte Sint was. Wat is er aan de hand? Sinterklaas komt binnen. Ja. Oh, daar staat mevrouw van der Valk. Welkom. Ik hoop dat u... Ik hoop dat u uw zaakjes geregeld heeft. Nou, we zijn in drukke voorbereiding. Laten we eens gaan inspecteren. Kijken jullie eens of we ook wat pepernoten hebben hier. Sint. Dit zijn geen pepernoten. Pas je wel op, Piet, dat je er niet af knalt. Oh. Die Pieter. Volgens mij is het restaurant op de eerste verdieping. Pakken we de lift. Dit gaat niet goed zo, Sint. Is dit wel een Van der Valk hotel? Kom, we gaan naar het volgende gedeelte. Ja! Top! Sinaasappels. Ik zie sinaasappels, maar ik zie nog geen pepernoten. Sinaasappels. Hoppata. Kijk eens aan. Super. Woehoe. Nou. Okay. Hier ook al niet. Oeh, lekker. Koffiebonen. Ook heel belangrijk, maar niet lekker. Sint gaat dus op zoek of er wel voldoende lekkernij is voor de Sinterklaasbrunch in het hotel. Oh, lekker. Oh, leuk, wat leuk. Sint, je moet ook wel goed eten. Oh, ja, dankjewel. Doe eens een eitje maken. Piet, heel goed. Woehoe! Nou, ik weet het ook niet meer, Sint. Dit is toch een Van der Valk? Die hebben toch pepernoten? Ja, maar misschien zijn ze nog niet voorbereid op ons. Dat kan niet. Dat is toch die meneer die we naar Spanje hadden gestuurd? Inderdaad, ja. Kijk, daar is Kinderhoek. Misschien is het daar. Kindertjes, dat is interessant. Pieter, dit is niet goed. We zoeken nog even verder. We gaan door. Ja? We geven niet op. Nee. We moeten niet vergeten die open haard uit te doen. Want die schoorsteen is een beetje te heet. Te heet. Nee, hij is echt. Je hoeft daar niet aan te trekken. Wat een deugd, Pieter. Wat een deugd, Pieter. Ik ga meedoen. Oh, kijk nou. Oh, voel me weer zo jong. Ja, dat is echt goud natuurlijk. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ja, ik ook. Nou, dan gaan we hier nog even kijken. Six nou, Sky zijn we dan. Six, verkeerd gespeld. Oh, we zijn met een Doe we normaal. Kijk, daar staat mijn paard. Maar ja, dan gaan we snel naar beneden. Dan. Ja, we zijn net lekker aan het stekkeren met dat beest. Dan kunnen we precies alle daken zien waar we in kunnen. Precies, we kunnen een plan maken. Vanaf hier maken we een plan hoe we Tiel gaan bestormen. Kijk, die Pieten zijn toch verdomd handig. Wow. Sint, zullen we even hier naar buiten? Want dan kunnen we even kijken naar de daken nog een keertje. Dat is wel lekker, ja. Ik heb het een beetje warm. Potjan, door. Spanje, bij ons is het pas warm. Ja, maar dan loop ik in een zwembroek. We gaan die pepernoten halen. Marsepein, speculaas. Ze hebben het hier niet. Oké, waar gaan we het halen? Ja. Daar. Waar is daar? Dat is een groot winkelcentrum. Ja, en als het niet in het hotel is, gaat Sint ervoor zorgen dat het er komt. Kom jongens, op naar de Sligo. Ja. Godzonder nou. Pepernoten, dat is onze missie. Hallo. Oh, dit gaat goed worden. Kom meneer Sligo. Welkom bij de Sligo. Wat leuk. Welkom. Daar gaan we dan. En ja, daar. Ik zie daar wat letters. Oh. Doe normaal. Ik wil eentje met mijzelf erop. Niet zo snel, ik heb ook wat. Oh, goed zo. Goed zo, Pieter. Wat een techniek die Pieter. Wat een techniek. Oh, dat ziet lekker uit. Controle. Nooit van gehoord. Weg. Wat is dit? Oh, jezus. Sint. Ik voel hem nu al. Dit is een hertog. Het is geen heilig man. Piet. Hey. Behandel die staf met respect. Oh, leuk. Piet, ja, kom jij eens heel snel naar beneden. Oh, ja. Jeetje. Nou, ik denk dat ik maar eens naar de kassa ga. Sint, kan alsjeblieft uit de ballenbak komen. Doe normaal. Tot ziens, mevrouw. U heeft toch kinderen, u begrijpt dat allemaal. We hoeven niet te betalen, Wim. Stuur de rekening wel op naar Spanje. Heel graag, kom een keer lang. Kijk,
Wegwezen. Bedankt en tot ziens. Bam. Home safe. Nou, inlaaien die hap en weg. Eind goed al goed. Tijdens de Sinterklaasbrunch zullen er volop lekkernijen zijn. Sinterklaas, wat fantastisch dat u ons bezoekt zo kort voor uw verjaardag. Altijd leuk om in Tiel te zijn, maar ik kom voor een serieuze zaak. Ik kom kijken of jullie wel klaar zijn voor mijn verjaardag. Maar natuurlijk, we zijn al 3 weken bezig met voorbereidingen. Maar nu u er toch bent, misschien is het leuk voor de kinderen die kijken als we een prijsvraag uitschrijven. Ik hoop dat jullie in die 3 weken ook wat gedaan hebben en niet alleen maar hebben gelantefant. Maar laat die kinderen maar wat doen. Laat die maar eens een mooie tekening maken voor Sinterklaas. Perfect. Dus jongens en meisjes, tekening inleveren bij de receptie of naar dit e-mailadres mailen. En dan kijk of je wint.